Welkom weer een nieuwe video van Pyro Team RSD. Nou, vandaag, zoals je het al ziet, gaan we een bestelvideo maken. Nou, dit keer zijn we bij vestavuurwerk.nl en gaan we eventjes een bestelletje plaatsen. Dit jaar valt het een beetje tegen. Ze hebben niet zoveel nieuw spul. En wat er nieuw is, vinden wij zelf niet zo heel goedkoop. En ja, qua effecten niet zo heel spectaculair. Dus, nou, als eerste, we hebben alvast even alle cases doorgenomen. En we hebben gekeken van, nou, god, wat zouden we willen. En als eerste hebben we, even kijken. De Amazing Spider. Ja, op zich wel een aardig cake, vond ik zelf. Ik zal hem even laten zien. Ja, zoals je ziet natuurlijk drie verschillende soorten effecten. Nou, dat is op zich wel leuk voor een cake van 14 euro. Dus dachten we waarom niet. Die doen we het winkelmandje. Precies. En dan nog het knalvuurwerk. Want ja, helaas, vorig jaar worden natuurlijk de shocks verboden. Dus dit jaar moeten we even zorgen dat we hebben ingeslagen. En daarom gaan we, ja... 8 van deze erbij mikkeren. Upsakee, hartstikke mooi. Juist hem. En dan nog die Epic Shocks. Nou, dat zijn die kleine, weet je wel. En ja, die hebben ja, best goed. Ja, ongeveer net zo harde knal. Dus dat werkt keigoed. Ja, en hier hadden we er 2 van. Eentje maar, want we hebben dit jaar hebben ze ook bulks van de Epic Shock gedaan. Dus die zijn wat meer aantrekkelijker. Kijk, op zoek naar de 50 stuks. Daar hadden we wel 2 van. Juist, want we moeten natuurlijk eerst halen. We nemen niet genoeg met weinig. En dan nog de kleine spul. De rotjes ook. Want we moeten natuurlijk al hekskringen en zo maken. Dus we hebben natuurlijk al 2 pakjes voor. Ups, okay. En dan nog groen bloemetjes. Want ja, blijft een leuke categorie in spul. Eens even kijken waar die nog weer staan. Hè. Juist. En daar hadden we de 4 pakjes van. Nou, daar gaan we wel leuke dingen mee doen, maar dat zullen we natuurlijk in vervolgvideo's allemaal gaan zien. Dingen concentreren op de rol, joh. 89 cent heb je er, 60 of zo? Nee, ik denk 25. Of 25, joh. Dat is keimooi. Nee, daar staat er niet bij. 25. 25 zal me worstelen hier, joh. Ups, oké, ja, we gaan door. Wat dan nou kan weer? Ik geloof. Ik zal even het lijstje erbij pakken. Black Smoke Shops uiteraard. Juist. Die zijn, het verbaast me dat ze dit jaar weer gekocht worden. Vorig jaar niet. Nu, ja, helaas al 4,50. Maar ja, het zijn blijven mooie dingen. 2 pakjes. Nou, dit was het wel zo'n beetje. Dit jaar heb je wel, als je naar de cakeboxen gaat, heb je echt een grote mooie bak. Als dat zo'n compound bak. Iedereen weet wel, denk ik, wat het is. Als je gewoon naar Flower Beds gaat, dan. Juist. En dan heb je er eentje echt voor een paar honderd euro, maar dat heb je wel echt een mooie show hoor. Even kijken, je zit helemaal achteraan, denk ik. Kijk hier, Explosion. The King of Town. 600 euro, mensen. Wat een bak, jongen. 65 kilo.
9 kilo kruid. En ze zetten er ook netjes bij op afhalen met 3 personen, omdat hij is te zwaar. Dus ja, dit, voor vestavuurwerk.nl was dit hem eigenlijk wel. Ja. Ja, natuurlijk voor andere sites gaan we echt wel meer, want natuurlijk is dit nog niks. Zo, dus dit is bij elkaar, even kijken hoeveel was het, kost het? 62,77, dus mooie bestelling. Verder zal er nog vuurklant Steenbergen volgen. Ik denk dat jullie het hebben gevolgd. Ze hebben nu ook een site van vuurwerkland Freaks. Daar hebben ze echt veel grotere kortingen. Veel ergere kortingen. Ja. En dan krijg je geen gratis vuurwerk. Maar die kortingen, jongen. Die wegen niet op tegen een gratis vuurwerk. Ik wil net zeggen, sky mooie kortingen. Dus verder ook nog raket.nl. Hebben we vorig jaar ook een bestelling gedaan. Die was niet zo groot. Dit jaar zal er ook niet heel bijzonder zijn. Maar het meeste gaat bij Vuurkland Freaks gekocht worden. Dus. Ik wil jullie bedanken voor het kijken natuurlijk. En ja, abonneer even als je dat niet had gedaan. Just...